De Keukenkampioen Divisie. Iedere vrijdag en maandag live op Fox Sports. Supporters van Helmond Sport zijn er uiteraard wel. Die van MVV niet in Helmond. Niet welkom naar eerdere ongeregeldheden. En dan de wedstrijd en de kans voor Van den Hurk. Hij heeft dan al wat mogelijkheden laten liggen. Maar scoort hier wel in de 13e minuut. Dan deze situatie. Halverwege de eerste helft. Martina verdedigt. En moet er met een directe rode kaart vanaf van scheidsrechter Martens. Dat terwijl het er toch sterk op lijkt dat Martina, Shermar Martina, de bal speelt. MVV verder met 10 man. Maar nog wel met 1-0 voor. En hier de kopbal tegen de lat. Van den Hurk in de tweede helft. Helmond Sport met 11 tegen 10. Op jacht naar de gelijkmaker. En die komt er ook uiteindelijk. De 1-1 wordt gemaakt door invaller Bram Zwanen. 1-1 was het ook voor Helmond afgelopen maandag tegen Jong Utrecht. Maar hier komt het op voorsprong via invaller Diego Snepvangers. Goeie goal van hem. En de voorsprong dus voor de ploeg van Boessen. En het wordt nog mooier. Want Snepvangers maakt zijn tweede van de avond en zorgt voor 3-1. Helmond Sport wint van MVV. En dat is voor Helmond Sport de tweede overwinning van het seizoen.